als ik geweten had hoe het af was gelopen, maar dat is natuurlijk altijd achteraf, dan had ik de dag één moeten zeggen, ik ga weg. Het feit alleen al dat men een zo volledig ongegronde beschuldiging kan uiten, moet eigenlijk de conclusie zijn. Ik wil niet werken voor een organisatie waar iemand mij dat zo zegt. Anderhalf jaar geleden reisde met Ruud Lubbers door Afrika. Waarom wil je nu opnieuw een programma over hem maken? Nou, Ruud Lubbers moest natuurlijk vertrekken bij de UNHCR. Maar ik wil wel weten in welk krachtenveld hij nou die 4,5 jaar geopereerd heeft. Wat hij van de VN vindt. Maar ook nu we toch in Rotterdam zijn. Wat hij vindt van Nederland anno 2005. Want er is nogal wat gebeurd de afgelopen jaren. Ja, natuurlijk hebben we het ook over het vertrek zelf. Goedemorgen, met Paul. Ja, dank je. Hoi. Hi. Goedemorgen. Zet hem even hier neer. Hoi. Dag. Ik zit weer te ver. Hey, sorry. Sorry dat het zo zit. Ja? We kunnen kijken. Altijd nog weer druk aan het bellen? Dat verandert niet veel. Benut je tijd altijd. Weer een druk baasje. Ja, ach, je ziet hoe mooi het is hier, hè? Het is hier mooi, gezegd. Hier. Hoe luidt het medisch communiqué? Kijk, dit gips is eraf. Ja. Dit zijn van die steunkousen. Pleister, dat zal ik je niet allemaal laten zien. En ik moet er dus niet op steunen, maar je kan dus redelijk met krukken uit de voeten. Dus dan ga ik op krukken rond. Happy to announce today my nomination to the General Assembly of Ruud Lubbers, former Prime Minister of Netherlands, for the appointment as next High Commissioner for Refugees. Probably the last term for me in my career. Ik vond het voor mij echt zegen. Gaf mij veel voldoening om op te komen voor mensen waarvan niemand opkomt. Ik was lang in de Nederlandse politiek. Ja, dan word je bekritiseerd door burgers, maar je weet tegelijkertijd, nou ja, ik werk voor hun en zij zeggen, hij is daar voor mij. Maar je hebt, in die tijd stond ik er niet bij stil, dat er miljoenen mensen zijn die niemand hebben die voor hen opkomt. Je bent als hoge commissaris in allerlei landen geweest. Je hebt je bemoeid met grote internationale vraagstukken. Je hebt soms geen blad voor de mond genomen. Wat voor reacties riep dat op? Gemengd. Ik heb bij herhaling mijn mond verder open gedaan dan de mensen eigenlijk gewoon waren. Waarom deed je dat? Want je hebt je bemoeid met de oorlog in Irak die je ongewenst vond. Ja. Je hebt Charles Taylor, de dictator in Liberia, min of meer de wacht aangezet. Ja. Dat was ongebruikelijk voor een hoge commissaris. En ik ben dus benieuwd van wat dat dan in de VN allemaal aan reacties oproept. Nou, aarzeling is dat wel wijs. Want wij zijn toch in het algemeen gewend om niet uit te spreken, om diplomatiek te zijn en het aan de landen over te laten. We zijn in dienst van de Statengemeenschap, de Verenigde Naties. En wij gedragen ons netjes, wij spreken niet uit. Maar ik vind dat mensen wel uit moeten spreken. Haiti was een voorbeeld. Er was kennelijk geweld. Mensen vluchten. Toen zei president Bush tot mijn ontzetting. Niemand erin hier, hè. We gaan niemand aanvaarden. Dat is geen goed voorbeeld voor de wereld. Dat kan ieder land wel zeggen als er ergens vluchtelingen ontstaan. Wat deed jij? Niemand. Dus je spreekt dan uit. Het was niet zozeer een punt bij de VN, maar het is onderdeel van een zekere huiver dat die hoge commissaris, zoals ik dan in die tijd deed,
vrij krachtig, reserveloos zei, als het echt niet kan, dan moet er gewoon gezegd worden dat het niet kan. En wees dan eens iets concreter over wat dat dan aan reacties binnen de VN opriep. Want je zul je dus niet altijd vrienden mee gemaakt hebben. Mijn indruk is geweest die jaren dat bij de VN men vond dat ik steeds aan de grens zat. Dat ik te openhartig sprak. En sommigen misschien over de grens. En sommigen dachten misschien over de grens. Maar nogmaals... Trek je je daar dan iets van aan? Natuurlijk, want je wil natuurlijk samenwerken. Ik was een VN-man, dus ik wilde goed luisteren. Was dat ook discussies met de hoogste baas van de VN, Kofi Annan? Nee, ik geloof daar dat de SG zelf uiteindelijk wel kon aanvaarden dat bijvoorbeeld een adviseur van hem een kritische opmerking maakte. Maar dat was een beetje de rolverdeling dan? De rolverdeling, maar dat hij uiteindelijk zei, ik heb daar een goede hoge commissaris uit die het in ieder geval zijn mond open doet. En als hij vond dat jij te ver ging, dan liet hij het een ander zeggen. Nou, zo, dat hoor je mij niet zeggen. Nee, maar ik vertaal het een beetje huiselijk. Ik bedoel, ja, maar ik ga dat dus niet bevestigen. Als je eens terugblikt op die 4,5 jaar... en ik vraag je om één ding te noemen waarvan je zegt van, nou, daar ben ik trots op. Wat is er dan te binnen? Ik ben het meeste trots op dat het de aantallen vluchtelingen met miljoenen naar beneden is gegaan. Dat we beter zijn, zowel in de preventie, maar vooral in de oplossingen van mensen. Daar ben ik trots op. Ik was hoge commissaris voor de vluchtelingen. Maar ik was eigenlijk nog meer de hoge commissaris van de mensen die weer naar huis komen. Wat is er eigenlijk met die voet gebeurd? Sinds ik die stents in mijn aderen heb zitten, moet ik per dag een stukje stevig op mijn home trainer fietsen. En toen ik er van afkwam, ja, dan wil je eigenlijk een goede douche nemen. Dus schoot me te binnen dat iemand aangekondigd mij om precies 12 uur te bellen. Ik denk, ja, dat is nog onaardig als ik die telefoon niet hoor, als ik onder de douche sta. Dus ik leg die telefoon vrij dichtbij, dat ik hem kon horen. Dat is natuurlijk eigenlijk Lubbers ten voeten uit dat hij doucht en ook nog aan de telefoon zit. Absoluut. Dus ik had moeten wachten tot die telefoon kwam, alhoewel ik vrij bezweet was. En toen ging ik dus uit die douche te gehaast naar die telefoon. Donderde. En denk, wat gebeurt daar? Ik kijk naar mijn been en toen zat mijn voet los van mijn been. Je voet zat los van je been? Ja. Ja. Stak er gewoon zo. Hier had zo'n een staak, dat moest dan mijn been. En daar zat die voet. Wat is dat? Vrij behoorlijke breuk. Dus er zit nu een metalen plaat in mijn schroefjes. Ja. Dat komt wel weer terecht. En je kon nog bellen? Dat was dan een geluk bij een ongeluk. Omdat de telefoon er lag, kon ik Ria bellen daarna. We rijden nu naar Almen. In het oosten van het land. Waar we naar een reunie gaan van Lubbers 1 en 2. Die kabinetten hebben de traditie om reunies te organiseren. Hoe vaak? Eens per jaar. Dus dat valt mee. Ja. Nou ben je 12,5 jaar minister-president geweest. Wat voor wissel trekt dat op het thuisfront? Ah, dat is natuurlijk enorm. Is het dat allemaal waard? Ja, ik kijk terug. Nou moet ik de zegeningen tellen. Want je trekt nu een relatie met gezin, kinderen. Ja, waar meet je dat dan aan? Je meet dat er een enorme zware wissel is getrokken. Net alsof je een enorme zware bergtocht maakt. Je weet hoe zwaar het geweest is, een moeilijke moment. Maar je bent er wel aangekomen, zal ik maar zeggen. Er is geen, naar mijn oordeel geen onherstelbare schade opgetreden. Doe je de auto? Nee, die ding. Tragisch is natuurlijk als je dat ding vastpakt en je glijdt onderuit. Dus dat is... Oké. Okay. Dan gaan we hier omhoog of niet? Of gaan we juist... Nou, dan kan jij mij mooi even duwen, Hans. Dat is makkelijker. Als jij mij kunt duwen, dan kan ik wel iets zeven. Anders dan... Ik heb vroeger de premier nooit mogen duwen, dus dat is een groot voordeel. Lekker. God, wat is dit een mooi oord hier. Je komt niet
dames, zoenen. Kom ik jou maar zitten. Je bent hier met Ria en collega's uit Lubbers 1 en 2 met hun partners. Is het altijd zo dat die partners een belangrijke rol spelen, ook in het politieke leven? Dat was zeker toen het geval. Herinnert je, 82. Dat was een heftig kabinet met ook veel maatschappelijke kritiek en in de pers van alles en nog wat. Dat is erg belangrijk dat mijn vrouw Ria toen van het begin af eigenlijk aan organiseerde. Ook regelmatig eens even samen te zitten met de partners om over en weer af te blazen en de dingen te verwerken. En hier voel je aan, dat is ook nog de herinnering aan die partnerbijeenkomst. Je bent heel lang minister-president geweest. Het eind van het premierschap, dat verliep minder prettig als wellicht gedacht. Ja. Elko Brinkman is de beoogd opvolger. Wat gaat er dan mis tussen Elko Brinkman en jou? Nou, eigenlijk precies wat je zegt. Dat we niet goed, en dat ben ik daar zelf de eerste verantwoordelijkheid voor nemen, goed doordacht hadden hoe je een opvolging dan doet. Wat heb je daar fout gedaan? Ik had veel eerder met Elko om de tafel moeten gaan zitten en zeggen, luister eens, ik draag dus over na de verkiezingen en niet voor de verkiezingen. Van Acht heeft dat inderdaad. Heb je hem te vroeg genoemd als beoogd lijsttrekker en beoogd leider? Ook daar is een zekere zin een fout gemaakt. Dat dus die druk op hem kwam te vroeg. Dan krijg je mensen om je heen, een voorlichter die je als het ware een profiel willen geven. Die maken, wat ik dan maar noem, een gelikt filmpje. Ja. En dan zie je dat er een spanning gaat ontstaan. Maar het werd dramatisch najaar 93, voorjaar 94. Omdat ik mij niet, om het zo maar eens te zeggen, niet goed gedroeg. Ik heb uiteindelijk op een gegeven moment Ernst Gijsbalien gesteund. Omdat ik vond dat hij verschrikkelijk in de kou werd gelaten. De toen afgetreden minister van Justitie. Sterker, niet alleen gesteund. Je hebt aan het publiek verklaard. Ik stem bij de verkiezingen op de nummer 3 van het CDA. Dat was fout. Het was fout van mij. Omdat in zo'n situatie is alles wordt, laten we zeggen, geduid. Is dit loyaal aan de lijsttrekker of is het deloyaal? Het feit dat jij die stem uitbracht voor Gijsbalien werd natuurlijk ook wel weer terecht geïnterpreteerd als zijnde een stem, ja, tegen Elko Brinkman. Ja, ik geloof niet dat dat beslissend geweest is in de verkiezingen. Nee, maar het gaat even om wat jij op dat moment doet in een situatie dat je eigenlijk de regie in het CDA niet meer hebt. Dat had voor de uitslag van de verkiezingen helemaal niks uitgemaakt. Dat was eigenlijk meer een bewijs dat ik geen regie meer in het CDA had. Ik was niet meer in staat om de zwakke kanten in het programma en de manier waarop de koers naar de toekomst uitgestippeld werd, om dat te herformuleren, niet totaal anders te maken, maar wel wat bij te stellen, zodanig dat je het vertrouwen wat je opgebouwd hebt bij het electoraat, zodat je het niet zou verliezen. En toen ineens dan ging dat vertrouwen naar beneden, toen was het ook helemaal mis. Nou, dat is buitengewoon jammer, want ik acht mijzelf verantwoordelijk voor het vragen van Elko Brinkman om fractievoorzitter te worden, zoals ik dat eerder met Bert de Vries gedaan had. Ik ben zelf verantwoordelijk niet ingegrepen te hebben toen dat fout ging in programmatische zin. En dan komt het van het een tot het ander. Ruud, wat ga je hier doen? Nou ja, het is nu donderdagmiddag. Misschien heb je de trappen op zien gaan naar je hier naar de Ridderzaal. Een hele bijzondere binnenkomst, omdat ik dadelijk de Van Heuvel Goedhart-lezing ga houden. Van Heuvel Goedhart was de eerste hoge commissaris voor de vluchtelingen. En dat is een traditie van de Stichting Vluchteling om de paar jaar iemand uit te nodigen om de Van Heuvel Goedhart-lezing te houden. Die ga ik vanmiddag hier houden. Dank, mevrouw de minister, zoveel vrienden en vriendinnen van de Stichting Vluchteling en ook voor mij persoonlijk en alle die voor welke reden dan ook de warmte getrotseerd hebt en hier bent gekomen. De noodzaak tot afschrikking van asielzoekers wordt op dit moment overschat. En dat niet alleen
omdat Nederland inmiddels een emigratieland geworden is, als asielzoekers uiteindelijk hier mogen blijven, wordt dat te veel gezien als alleen een belasting voor onze samenleving. Vluchtelingen zijn in beginsel sterke mensen. Het zijn productieve mensen. Dus vooral bij de wederopbouw, maar ook in het land waar ze heen gaan en ook in derde landen, kunnen die mensen iets goeds betekenen. Je zegt het zijn sterke mensen. Ja, in het algemeen wel. Ja. Is dat niet een te romantisch beeld? Nee, dat is geen te romantisch beeld. Waar dat komt dat beeld vandaan? Het is een beetje cru te zeggen. Als je in een land zit en er is burgeroorlog of er is vervolging, dingen komen. Dan op een gegeven moment vergt het heel wat van mensen om te zeggen, ik ga eruit. Dat is al een eerste keus. En die mensen krijgen het niet gemakkelijk als ze eruit gaan. En waarom vergt dat veel van die mensen? Want het land waar ze naartoe willen of kunnen, dat is altijd beter als het land waar ze zitten. Ja, maar je geeft wel je eigen spullen op en bovendien. Ja, maar ze hebben niet veel. Er zijn er heel wat die omkomen, die de uitdaging aangaan. Het is een hele tragisch iets wat je meemaakt, maar het is niet kenmerkend voor de vluchtelingen in de moedeloosheid. Ik heb ze terug zien komen in Afghanistan, de vreugde van mensen die naar huis kunnen gaan. En dat is niet alleen de vreugde in de zin van fijn, ik mag naar huis, maar ook die wil. Ik zie me nog in Afghanistan bij mensen in absoluut niks, dorp verwoest. Ik zeg, wat gaan jullie hier eigenlijk doen? Waarom wil je hier eigenlijk zijn? Je had het beter toen je daar was in Pakistan. En ze zeggen, ja, het is hier puin. Maar het is wel mijn puin. En nou zit ik tussen mijn puin en nou gaan we dat dorp weer opbouwen. Duidelijk onderscheid maken tussen de vluchtelingen vanwege geweld en vervolging en wat je zou kunnen noemen de economische vluchtelingen. Dat gezegd hebbend, duidelijk onderscheid is fair, want wij moeten iedere echte vluchteling, moeten we met elkaar, niet alleen Nederland natuurlijk, maar alle andere landen samen, moeten die mensen opvangen. Als het gaat over de economische vluchtelingen, hebben we het recht, ik denk zelfs de plicht, om dat alleen selectief toe te laten. En waar zit hem dan de selectiviteit? Wie de selectiviteit in dat je je afvraagt of deze man of vrouw, dolgraag gaat naar een verder ontwikkeld economisch land, daar kan leven. Dat betekent een bijdrage kan leveren aan de economie en de samenleving daar. Dat is niet anders dan dat de immigratielanden vroeger, en die hebben ze nog steeds, Amerika, Canada, Australië, zeggen, je kunt alleen hier komen als je voldoet aan bepaalde criteria. Dat je waardevol bent voor de Canadese samenleving, om een voorbeeld te noemen. Maar dan ook een quote, pakweg 10%, vrijhouden om echte vluchtelingen uit te nodigen. Een vast aantal? Ja. Een verhoudingscijfer. We praten in Amerika over een 70.000. Ik zou het heel normaal vinden dat we in Europa, de Europese Unie, dat ook zou doen. Maar denk je dat dat niet ongelooflijk veel weerstand zal oproepen? Ja, maar ik ben in mijn leven altijd een change agent geweest. Veranderingen te bewerkstelligen. Iedereen kan toch zien dat Europa een behoefte heeft. Ja, mits het maar de goede mensen zijn. En mits natuurlijk met mate dat hier mensen heen komen. Dit gaat goed. Laten we dit vallen. Hou je hem even vast hier? Ja, ik hou hem. Zie je, ze zijn nog niet. Ja, ze zijn nog niet. Oké, ja. Ja. Ja, ik ben. Ja, ga je het zelf? Doe het zelf. Ja, ik kan het zelf. Je hebt dit nog nooit eerder meegemaakt, hè? Denk ik, zo'n huishoudelijk ongeluk. Nee. Normaal ga ik 's ochtends om 8:30, 9:00 hierheen en dan ga ik zitten werken. Dus kijk eerst op je e-mail wat er voor berichten zijn. Er is hier één attribuut, dat heb ik nog nooit op een kantoor zien liggen. Ja. Maar het wordt wel geassocieerd met jou, dat is... Ja, dat is puur toeval, want de heer Paul Rozemuller kwam op bezoek vandaag en ik denk, ik moet me dus even scheren. Dus je scheert je voor ons? Ja. In de lezing die je van de week gehouden hebt, spreek je over het feit dat de noodzaak tot afschrikking van asielzoekers overschat wordt in Nederland. Ja. Aan wie is dat appel gericht?
De verantwoordelijke minister is nu mevrouw Verdonk, Rita Verdonk. Dat is duidelijk, die daar kwam in een situatie waarin reeks van jaren gegroeid was een onmacht hoe om te gaan eigenlijk met de schifting tussen echte vluchtelingen en niet-echte vluchtelingen. En er moet nu eens een eind aan komen. Het worden er ook allemaal veel te veel. En die heeft toen krachtige beleidslijnen ingezet. En die is ook aan het uitvoeren met terugzending en al. En ik vind dus dat dat zijn doel geleidelijk aan voorbijgeschoten heeft. Ik zal een voorbeeld noemen. We hebben rechten voor kinderen. We hebben allerlei verdragen over. Als je een gezin hebt hier met kinderen. Die kinderen zijn hier een aantal jaren geweest. Nou, 6 jaar voor een kind is enorm. Je hebt een hele schoolperiode doorgelopen, je hebt geleerd, je bent hier. Dan moet je dat meewegen met de vraag, in een afweging, wat is nu het beste voor deze mensen en trouwens voor die landen? Is het dan werkelijk het beste dat je toch zegt, ja, maar nu kun je wel terug? Dat zeg ik, die rechten van dat kind moet je ook meewegen. Ja, ik zou goed iets heel subjectiefs introduceren. Ja, dat is ook heel goed soms. Wat menselijk klinkt, maar wat misschien politiek-juridisch niet uitvoerbaar is. Ja, maar daar ligt dan ook precies het probleem. Dan zeg ik, dan moet je een afweging maken. Dan kunnen we zeggen, ja, dat botst met legale beginselen. Maar dit zijn ook legale beginselen. We hebben zo vaak dat we een afweging moeten doen tussen grondrechten in onze eigen democratie. En dan kun je niet zeggen, één ding is zo belangrijk. Het belangrijkste is dat ik kan scoren met hoe meer mensen eruit, hoe beter. Dan zeg ik, ja, dan ben je aan het overdrijven geslagen. Mijn pleidooi, en dat voorloof ik me. Ik deed dat ook al toen ik hoge commissaris was. Ik doe dat nu nog. Om dus te zeggen, zoek de grenzen op van ruimhartig te zijn. En als je dan zegt, ja, maar meneer Lubbers, dat zou wel eens kunnen betekenen dat we netto geen 12.000 mensen eruit krijgen, maar 6.000 mensen, dan zou ik zeggen, so what? In een situatie waarin Nederland aan het krimpen is zelfs. Kijk, als mensen hier niks doen en die geen bijdrage leveren, maar als ze dat wel doen, wat is nou eigenlijk tot precies het probleem? Je hebt ooit als minister-president in begin jaren 90 gezegd, verwijzend naar vraagstukken van arbeidsongeschiktheid en hoog ziekteverzuim, Nederland is ziek. Dat is een uitspraak die velen zich nog weten te herinneren. Ja. Hoe zou je Nederland anno 2005 willen kwalificeren? Nederland is verkrampt. We hebben kramp. Wat is dan die kramp? Is dat we geen weg weten met het objectieve feit dat we een vergrijzende bevolking hebben. En tegelijkertijd toch niet weten op welke wijze we dan mensen van elders kunnen toelaten. Goed, selectief, goede criteria, maar dat we dat kunnen. We denken alsof we dat niet kunnen oplossen. Dus Nederland is dus verkrampt. Dat is ook in relatie met Europa. Maar is de kramp vooral geconcentreerd rond het vraagstuk van migratie en de integratie van allochtonen? Ja. Dat is mijn opvatting, dat het daar vooral op zit. Voor een deel is die kramp ook begrijpelijk, omdat er in 3-4 jaar in de wereld en vooral ook in Nederland dingen gebeurd zijn die we ons niet konden voorstellen. Fortuyn is vermoord, Van Gogh is vermoord, er zijn terroristen die in New York door kantoren zijn heen gevlogen. Wat is er dan in Nederland aan de hand? Nou, is een onderschatting geweest van dit probleem. En de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we natuurlijk ook een tijd lang in diezelfde machteloosheid er geen weg mee wisten. En dat werd er slechter van. Toen is het geëxplodeerd. U noemt zelf Fortuyn. En er zijn ook de externe gebeurtenissen geweest. En ineens slaat het toe. En dan zeg je, mijn hemel, wat gebeurt er met mijn Nederland? Dat was een mooi, veilig en prachtig land. En dat is lelijk en hard aan het worden. En kijk dan nog eens heel even terug naar de eigen rol. Men is de president tussen 82 en 94. Waarin heel veel nieuwe Nederlanders hier binnenkwamen. Ja. Probleem onderschat? Absoluut. Probleem onderschat. Toen ook een man van afschrikking? Niet op dit terrein zo sterk. Dat gebeurde in enige mate. Maar ik denk dat mevrouw Verdonk nu zal zeggen, dat waren de softies van toen, nu pakken we het goed aan. Ja. Voor Balkenende nu is het moeilijker als het voor mij is geweest. Dat meen ik. En waarom is het moeilijker? Omdat dit, wat ik beschreef, het krampprobleem. Hoe kan ik in een land uitleggen dat het wel degelijk mogelijk is een veilig, welvarend, goed land te behouden, met name voor de oudere generatie waarvan er steeds meer zijn, mits we maar leren hoe we in diezelfde samenleving
een goed gebruik kunnen maken, een waardig gebruik kunnen maken van mensen die hier dolgraag willen zijn en die ook bewijzen met hun inzet en de capaciteiten dat ze het waard zijn. Die slag moet gemaakt gaan worden. En daar hoort natuurlijk een politieke visie bij, dat we eens ophouden in Den Haag te zeggen, een meerderheid is het ermee eens, hoe minder binnen, hoe meer eruit, hoe beter het is. Dan is het vorig voorjaar en dan komt er een medewerkster van de UNHCR en die dient een klacht tegen de hoogste baas in. Wat denk je dan in eerste instantie? Hoe is het mogelijk? Dus dat was kort de eerste reactie. Was het iets wat al langer bekend was of rondzoomde of hoorde jij het op een moment kort voordat wij het hoorden? Ik hoorde ervan denk 2 weken ongeveer voordat er krantenartikelen kwamen. Kofi Annan belt mij en zei, ik zou je laten ondersteunen, als ik je mag aanraden, door goede mensen die dat professioneel goed kunnen. En ik heb met hem gesproken dan over namen. En ik heb de mogelijkheid genoemd van Max van der Stoel. Absoluut een naam van hoge integriteit. Dus ik overlegde en de SG was daar heel blij mee, secretaris-generaal. Ja. Die wist dus dat Max van der Stoel zou het materiaal bestuderen. Dan komt Max van der Stoel met een rapport. En Van der Stoel, die maakt er eigenlijk een beetje gehakt van. Ja. Wat is nou de invloed van dat rapport van Van der Stoel op het definitieve besluit op dat moment in de zomer van Kofi Annan, de secretaris-generaal? De secretaris-generaal belt mij op en zegt, ik heb het rapport gelezen van Van der Stoel. Dat is een zeer overtuigend rapport. Maar ik zit wel met een probleem. En het probleem is dat het thema van seksuele intimidatie staat heel hoog op de agenda. En er is een tendens om toch ook iets van gelijk te geven aan de klaagster, zelfs als ze geen gelijk heeft. Dus kunnen we daar niet een beetje uitkomen dat je een soort reprimande krijgt of zo? Maar wat is dat voor een rare redenering? Dat zei hij zo tegen jou. Ja, en dat vonden dus Max van der Stoel en ik allebei eigenlijk een te rare redenering. Te dol voor woorden. Dus we zeiden, ja, dat kan zo niet. Ook niet om een andere reden. Omdat Van der Stoel niet alleen gehakt had gemaakt van het rapport, ik gebruik jouw woorden, maar ook erop gewezen had dat de onderzoeksorganisatie, toen ze het bewijs niet konden vinden, eigenlijk aan persmanipulatie is begonnen. Dus tegen de pers heeft gezegd, er is een belangrijke case en dat komt dus waarschijnlijk wel tot een veroordeling. En er komen nog 4 andere gevallen. En dat is niet omdat de pers dat slim met journalistiek uitgevonden had. Maar even, wat is dan de persmanipulatie van persmanipulatie is het onderzoeksbureau van de VN? Door naar de New York Times te gaan eerst en te zeggen, wij zijn ermee bezig. En dit ziet er heel ernstig voor de betrokkenen uit. En wat is dan voor hen de reden om dat te gaan doen? Omdat het bewijs zo zwak was. Wilden ze via de pers en het grote in de pers brengen is ook in Nederland gebeurd. 4 andere gevallen zitten eraan te komen. De journalisten hebben ze gewoon dat verteld. Daarom zei Van der Stoel, meneer Lubbers, die moet gezuiverd worden van die beschuldiging, want dat is gewoon onzin. En de tweede, je moet corrigeren die onderzoeksorganisatie. En dat schiep het probleem voor Kofi Annan. Dat daarmee een zaak zou worden van kritiek en ook publiek bekend van zijn onderzoeksorganisatie. Dus die deed ontzettend zijn best om te komen tot een soort van diplomatieke oplossing, zou ik haast zeggen. En was jij daarvoor in? Nee, en Van der Stoel vond het ook onverstandig. Ik ook zei, ik ga niet de indruk wekken dat ik iets verkeerd gedaan heb, als ik niks verkeerd gedaan heb. Half juli is een belangrijk moment, omdat dan op dat moment Kofi Annan officieel tegen jou zegt wat zijn reactie is. En die komt eigenlijk kort gezegd neer op het feit, je bent niet schuldig. Maar ik geef je een reprimande op een tweetal punten. Procedureel, brieven schrijven, et cetera. Midden juli heeft hij toen inderdaad geconcludeerd, de klacht is niet houdbaar, maar daar is wel bij blijven hangen. Er zijn toch procedurele fouten gemaakt, het zit niet helemaal goed. Dus ik had daartegen kunnen knokken. Ik heb toen gekozen met de secretaris-generaal, wat ik hem toen wel gezegd heb. Ik ben het niet eens met je beslissing, maar ik hou nu verder mijn mond. Ik heb me ook in mijn mond gehouden. Je kon het op dat moment
niet laten rusten na die uitspraak in de zomer van Kofi Annan. Was dat niet beter geweest? Ik heb het laten rusten. Er is steeds een suggestie gewekt alsof ik het niet kon laten rusten. Nee, het is andersom. Men wilde mij niet in rust mijn werk laten doen, omdat er En hoort bij die rust dan ook uiteindelijk toch een dik rapport maken voor de nieuwe kabinetschef van Kofi Annan? Meneer Mark Mellor-Brown? Absoluut, omdat ik vind dat Mark, die ook sporen verdiend heeft binnen de VN, het recht had te weten, mijn visie, wat er allemaal gebeurd was. Ja, maar dat kon hij toch zo uit het dossier zo oplichten? Nee, kon hij niet zo halen. Sterker, het is heel veelzeggend dat toen ik Mark Mellor-Brown feliciteerde met zijn benoeming, dat hij nog nooit gehoord had zelfs van het rapport van Van der Stoel. Nee, maar dat lag natuurlijk wel in de la. Ja, lag wel in de la, maar het is wel boeiend dat in zo'n belangrijke zaak een man zijn functie aanvaardt en zegt, wat heb ik nog nooit van gehoord, bestaat dat dan? Dus de verdonkere maning van, is toch niet niemand Max van der Stoel, van zo'n rapport, vond ik al heel erg veelzeggend. Vind je niet dat het rapport wat je toen hebt gemaakt, dat het een voorbeeld is van het feit dat je het misschien niet zo los kon laten als wellicht goed was geweest? Ik denk niet dat het goed was geweest, maar veel de dingen wat goed en slecht is, gaat natuurlijk om welk doel je gaat. Dan is inmiddels de oil for food gaan spelen in de wereld. Er is een kwetsbare VN, er is een kwetsbare secretaris-generaal. Het oil for food programma wat raakt de Irak, aan de situatie en dan waren Irak, kwesties van corruptie, et cetera. Ja. Dus er is een neiging. Het laatste wat we kunnen hebben is een interne probleem met de onderzoeksorganisatie. Dus laten we er maar zwijgen toe doen. Dan is er eigenlijk een half jaar lang niet zoveel aan de hand. Een enkel berichtje zo eens in de krant. En dan half februari van dit jaar komt alles in een stroomversnelling. Wat gaat er op dat moment mis? Er zijn er nog steeds mensen binnen de onderzoeksorganisatie die toch een gram willen halen. En die komen dan tot de conclusie, samen met de nieuwe chef kabinet, de Mark Mellor-Brown. Weet je wat, het zou niet slecht zijn als een krant het onderzoeksrapport, hoe zwaar ook bekritiseerd door Van der Stoel een jaar geleden, net doen alsof dat nog helemaal intact is. En dan wordt dat gepubliceerd, dat is februari geweest dit jaar. En dan lekt dat onderzoeksrapport eens uit. Nou, lekker uit vind ik een zwakke term. Het wordt ter beschikking gesteld en het wordt gepubliceerd. Door wie? Door de onderzoeksorganisatie zelf. Is het de onderzoeksorganisatie zelf die het openbaar maakt? Daar ben ik absoluut van overtuigd. En ik ga dan naar New York en ik verwacht dan dat het secretariaat en de adviseurs van de secretaris-generaal stevig zullen zeggen, dit is allemaal oude koek, ik heb dit afgedaan. Maar wat zeggen ze? Ik zeg het maar in het Nederlands, ze spraken natuurlijk Engels. Ruud, dit is allemaal roddel, dat weten we allemaal. Maar de realiteit is dat de pers publiceert. En dat oefent dus een druk uit op de secretaris-generaal. Zou het dan niet beter zijn dat je gaat? Omdat dus de openbaarheid maakt dat de druk op jou groter wordt om te vertrekken? Ja. Hij vond de publicitaire dimensie belangrijker dan, ik zal maar zeggen, de realiteit en de feiten. Allemaal onwaar, maar het wordt nu ook wel gepubliceerd. Wat vind je ervan dat uiteindelijk die beeldvorming bepalend is voor, laat ik zeggen, op dat punt de afloop van jouw carrière daar? Nou ja, ik vind dat natuurlijk zorgwekkend, want dat gaf aan dat het woord recht even doorgeschrapt was. Laten we even praktisch zijn. Naar de publiciteit kijken, meer dan naar recht. En dan zeg ik, nou is het wel welletjes. Als ik er begrip voor heb dat de VN bij, we spraken daarnet over Oil for Food programma, niet een andere controverse nog kunnen hebben, dan is nu toch bij mij het moment gekomen om te gaan. Ik vond na zoveel maanden iedere keer weer terugkomen van een zaak die beoordeeld was als geheel niet houdbaar te zijn, net te doen alsof er toch iets aan de hand is, zei ik, nou, dan ga ik dus. Als je die hele periode nu van het afgelopen jaar, als je die film nog eens laat passeren, is er dan iets waarvan je zegt van ja, daar heb ik het toch verkeerd gedaan? Als ik geweten had hoe het af was gelopen, maar dat is natuurlijk altijd achteraf, dan had ik de dag één moeten zeggen, ik ga weg.
het feit alleen al dat men een zo volledig ongegronde beschuldiging kan uiten, moet eigenlijk de conclusie zijn. Ik wil niet werken voor een organisatie waar iemand mij dat zo zegt. Dan ga ik dus. Betrokkenen ziet dat kennelijk als haar recht om dat te zeggen. Nou, dan ga ik. Dan kan het voor de geschiedenis uitgezocht worden. Meteen weggaan. Ik geloof dat de grondfout van, als ik een grondfout gemaakt heb, is dat geweest dat ik vertrouwen had in het rechtssysteem van de VN. Terwijl de onderzoeksorganisatie zelf het recht met voeten trad. Heb jij Kofi Annan onlangs nog gesproken? Jazeker. Wanneer? 2 weken geleden, denk ik, het laatst. En waar hebben jullie het dan over, Kofi Annan en jij? Natuurlijk over de zaak, zal ik hem maar noemen. En ook voor hem, zoals hij het zelf zegt, zeer verdrietig afloop. Hij zei, uiteindelijk ben jij niet voor die maan gegaan. Maar ik heb jou gevraagd om het te doen. En ik ervaar het nog steeds als een grote teleurstelling. Nederlaag, dat ik tot dat dit nu het einde is geworden. Ben je nou, als je nou je hele carrière overziet, ben je dan misschien iets te vrouwvriendelijk geweest? Nee, ik geloof het niet. Ik ben wel warmbloedig. Ook toen dit gebeurde, toen kwamen er nogal wat mensen naar voren, vrouwen in Joannetia. Die zeiden, nou wat helemaal dol, dan hebben we eindelijk iemand die hartelijk en warmbloedig met ons reageert, werkt. En die gaat deze duiding krijgen. Dus het is niet een te warmbloedige Ruud Lubbers geweest in die publieke sector? In dat glazen huis, als premier, als hoge commissaris? Ik denk dat het wel waar is dat je buitengewoon behoedzaam moet zijn. En om op dit concrete geval ook terug te komen. En ben je behoedzaam genoeg geweest in die periode? Nee, natuurlijk niet. Want als, nu ik zie wat er gebeurd is, dan kan het dus zijn dat iemand die je hand op de rug de kamer uitleidt al gemanipuleerd kan worden, al vertaald kan worden tot een ongewenst gedrag. Laat ik het afsluiten met een praktisch voorbeeld. Er was een collega van mij, van een zusterorganisatie, die ik kort daarna zei. En die zei, Ruud, ik wil je zeggen, jouw ervaring heeft mijn leven professioneel ook een beetje veranderd. Ik zei, hoe bedoel je? Hij zei, nou, ik had net een gesprek met een van de naaste medewerkers in de top daar. En daar moest ik een beetje moeilijke boodschap brengen. Dat was een vrouw. En dat was een kennelijke schok voor haar. Dus ik zag tranen in haar ogen komen. Normaal zou ik even om de tafel heen gelopen zijn en de hand onderheen geslagen hebben. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb het niet gedaan, want jij zat op mijn netvlies. Kan toch misschien anders uitgelegd worden. En daar word ik dan niet vrolijk van. Want dan zeg ik, dan verandert de wereld ten slechte als iemand die met een moeilijke boodschap professioneel, kan toch gebeuren in een relatie, iemand tranen in de ogen van iemand ziet en dan geen arm om iemand heen mag slaan. Omdat dat onmiddellijk het gevaar op zich oproept. En het is geen verzinsel, het is een realiteit. En dan kan ik dus ook terugredeneren. Dan heb ik onvoldoende de tekenen van deze tijd verstaan. Om geen enkel risico te nemen. Dan zeg ik, dan neem ik liever afscheid dan toe te geven aan een cultuur waar wij daarvan afzien. Omdat daar een risico in besloten is. Dan ga ik toch liever uit de publieke dienst, als een man die altijd risico's heeft genomen.